Hallo kijkers van Shinesprites, welkom bij een gloednieuwende aflevering van Super Mario, van Pokémon Legends Arceus met Sander van Gaming SB. Nee, maar bij intro Super Mario Generation zou je gaan verliezen namelijk. Oh, hier, wacht. Ik weet niet of jij... Of zou jij ik gaan verliezen, wou ik zeggen. Ik wou wel zeggen. Net als bij deze. Ja, ik weet het niet. Ik heb nog niet, de einde, de laatste aflevering heb ik nog niet gezien, maar... Misschien uiteindelijk dat ik die wel te zien krijg ook. Hoop ik. Ik ben zo'n waarzegger Ryan, ben ik. Nou, weet ik niet. Nee, dat vertel ik je nu toch. Oh, leuk. Goed. Leuk dat jullie er weer zijn. Hoe is het leem? Hoe is het leem, jongen? Ah, ga je me nu Drents lopen Drents shamen? Ik ga jou zeker lopen Drents shamen. Daar zijn Drenthe te goed voor. Nou, ze bestaan niet, dus dat kan helemaal niet eigenlijk. Boedoem. It's a Geodude. Maak eens een vrouw, hoe kan dit? Die heb ik. Zo'n trans dude is dit. Denk ik. Een Geotrans. Geotrans, dat denk ik wel. Of hoe ik hem altijd noem, Geodudet. Fuck the league. De league? Ik haat leaks. Hoezo? Komt deze ding niet uit als dingen zo uit is? Of? Nee, zo ver lopen we niet voor. Bedenken we net. Nee. Ik denk dat deze nog voor dingen uitkomt. Scarlet en Violet Ink. Violet Ink the Sky. Zoiets. Ik weet het niet meer. Wat? Nee, ik weet het niet meer. Nee, ik zei rare dingen. Daar ben je nou wel toch gewend. Ja, dat wel, gelukkig. Stardusting? Dat is dus van de stars. Boyo, wist je dat? Ja, ik ben zo'n slimpy guy. Ik heb een smarty pants on. Ja, dat zeg je altijd, maar daar heb je geen bewijs voor. Dat klopt niet. Hé, hoezo begint hij nou met Chew doet? Ik had hem toch geswitst? Geswitst? Ja, geswitst. Ja, nu kan ik weer opnieuw. Oh. Yo, wat moet jij nou weer voor gepraat? Deze game is zo leuk. Het kwam me echt heel sarcastisch uit. Ik was ook nog niet klaar met mijn zin in principe. Was ook zo. Deze game is, voor de eerste keer was deze echt heel leuk. Maar ik merk nu al... Dat ik gewoon A zit te spammen. Omdat ik... De story boeit me nu niks. Nee, snap ik. Greg Tuning! Cricket, tune up that volume! Oh! Snap je hem niet? Oh, dat als je een goed liedje hebt, dan zeg je dus... Turn up the volume! En insert krekelgeluidjes hier. Tune up the volume. Bedoel ik, nu zeg ik toch. Nou, maar je snapt hem nu wel, hè. Ja, de krekelgeluidjes die spelen nog steeds af. Nou, zoveel editing stop je toch niet in je video, zo gek. Nee, dat klopt. Dat is niet nodig, hè. Nou, je video's zijn anders aardig. Leuk, meer... inderdaad. Ja, ik wou het zeggen. Worden gewoon goed bekeken, in. Ja? Worden we goed bekeken, Ing? Ja, tuurlijk, Ing. Het is op mijn kanaal, Ing. Ariel Aze. Maar dat was niet de... Afspraak, Ing. That we did not afspraak. Waarom is Oshawott zo slecht? Oshawott, mate? Twee hits en het is een... Wat? Oshawott, mate. Twee hits en he dead. En dat vind ik negering? Even kijken. Poison Sting is de diddle. Tegen... Oh, hij is poisoned. Oh, hij heeft Aerial Ace. Hij heeft Aerial Ace, ja. Die killt jouw hele team. Ik heb dus Cricketot sprong in mijn party. Mhm.
Dat heb ik ook hoor. Allemaal official party leden zijn dus dood. Dat heb ik ook al 2 keer gedaan gehad. Het is helaas zo. Je mag ze gewoon inzetten en dan zo'n boop, revive geven. Als jij revives hebt wel, ja. Ja. Okay. Kijk, hier hebben we meer aan. Strong style rollout. Dan is je gewoon one hit KO. Oh ja, jij mag dat. Ja, ik heb... Dat nee, zeg maar is niet one hit KO. Ah, oh, raakt hij de Assorb. En dan heb ik het nog niet gewonnen. Oh, ik kan hem gewoon stallen misschien. Wat deed ik? Oh, wat dom. Nou, maakt niet uit. Zonder. We can recover from this. Niet dat ik de move recover heb, maar ik bedoel meer. Terugkomen. Heb jij wel de move Resuit Case? Resuit Case? Nee. Nee, die heb ik niet. Dat was een leuk rapje, hè? Nou, ik hou meer van koffers. Dat kan, nou ja, hoeft niet. Ze kunnen ook lelijk zijn, die koffers. Cured itself from poisoning? Tot zover mijn strat. Nou, was leuk om je gekend te hebben, Cricket Tune Tot. Cricket Tune Tot? Echt oneerlijk dat die Cricket Tune. Ik weet dus niet of Tech. Ja, dat gaat sowieso niet killen. Nou, misschien had ik Sword Sense moeten doen, maar ja. Oh, als dit al zoveel deed, dan had ik het wel kunnen proberen. Hey, stand maar. Nu is het wel nadelig dat ik die Quick Tune Tots in mijn party heb. Nu klinkt net alsof ik ook oprecht een Quick Tune in mijn party heb, dat is niet. Maar dat zagen jullie ook op de scamming. Scamming. Oh nee, dan maak ik hem dood. Kut. Ik had geen non-attacking move. Ja, dat is dan zo. Ga maar gewoon verder. Maakt mij niet zoveel uit. Ik had... Ja. Weird. What in the world? Oh, dat is... Oh, dat is zo'n weird here. Oh, please zeg me dat we die nu al krijgen. Ja, die krijg je nu hier al. Oh, finally. Jij hebt al een weirdeer. Nee, ik heb Cricket toen nog niet verslagen. Oh. En dat met zo'n Geo Dude of Do That. Ja, maar hij heeft Absorb, dus ik ben elke keer aan het KO. Oh ja. Heb je geen Sturdy Ability? Er zit toch geen abilities in deze game. Nee, dat weet ik. Nee, je bent dus een eikel. Dat ben je dus eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar je had wel ook, toch, in deze game, dat ze op 1 HP bleven hangen soms? Of niet? Geen idee. Of zijn kan dat me niet herinneren. Ja, je hebt het sowieso bij Sun and Moon, dat, bij Affection, maar die krijg je niet zomaar, zeg maar. Dat moet je van ze houden en zo. Dus dat heb jij nooit meegemaakt. Nee. Wow, joh, je bent echt zo'n hater. Hè? Wow, dat is wel heel gemeen. Nee. Echt zo'n vuile hater ben jij. Niet eens een schone hater, gewoon een vuile. Oh, dan zal ik zo wel even douchen, oké? Ja, dat is wel een tijd, ja. Nah. Je weet niet wanneer ik voort... Hey! Hey! Hoezo word ik geteleporinkt? Geteleporinkt? Dat wil ik helemaal niet. Leugens, dat wil je heel graag. Oh ja, dan kan ik die Weasel inleveren. Kijken of die goed genoeg is voor die... Die gozer. Klote gozer. Dat is niet lief. Nou, maar wel gerechtigheid. Ja, gerechtigheid. Ja. Oké, laat maar. Okay, maar als mijn switches gewoon langzamer is, hè, dan heb jij dus ook gewoon een voordeeltje. Eigenlijk.
unfair advantage. Dan cheat jij gewoon eigenlijk. Nee. Als jij jezelf al wil indekken? Nee. Ik sta gewoon voor hoor, dus hoeft helemaal niet. Hoe deed je ook alweer op je map kijken? Hoe werkte dat ook alweer? Min. Well, yo, meaning? En je kan gewoon fast traveling nu al in? Hé, hey, jij vroeg niet of je het nu al kon. Ik zei alleen dat ik niet wist vanaf wanneer je het kon. Dus zo wil jij winnen? Oké. Okay. Nou ja, jij vroeg niet of ik het al kon. Of we het al konden. Jij vroeg of ik wist wanneer we dat konden. Vanaf wanneer we dat konden. Dat wist ik. Nee, ik onthoud dus van. Ik heb gewoon de waarheid gesproken. Dat weet ik. Ik heb jouw vraag beantwoord. Ik zal je nog een keer helpen met hoe je ook weer moet rennen en zo. Ja. Nou, ik heb straks weer deer, dus hoop ik. Ja, ja, dat zeg je, dus dat geloof ik. Ja, je gaat niet liegen in een first, dat is gemeen. Ik niet, nee. Ik heb ook niet gelogen. Verzwijgen is nog erger dan liegen, dat is niet waar. Maar wel het was bijna. Ook niet verzwijgen. Ik heb gewoon de waarheid there verteld, are the, maar niet de waarheid die jij... There are the opinions undivided. Ik heb een waarheid verteld. Jouw waarheid. Die... Niet over die wat jij niet wilde of zo, weet ik het. Maar het was wel waar. Daar gaat het om. Het was zo waring als haring. Oké. Okay. Maar ik geloof niet in haring, dus... wat? Wacht. God. Nu snap ik zelf niet eens wat ik zei. Je lijkt wel zo'n wappie. Je gelooft gewoon dingen niet omdat je geen zin hebt en omdat je lastig bent. Ik sta ook zijn. Op Turkie Facebook. Aantal keer zelfs. Dat is maar wel in een reactie, Inks. Heb je die video van Simon Ing gezien? Met zijn ananas? Nee, ja. Ik snap dat je dat denkt, maar dit was een video over Reddit Ing. Die zag ik wel voorbij komen. Ja, ik zit er ook in. Ja, dat zag ik ja, wel. Samen met Gaming SB. Nu ga je hem natuurlijk niet meer kijken, of wel? Nou, ik moet zeggen. Ja, gepraat. Ik ben van de Pearl Clan. Oh, ik ben van de Diamond Clan. Leuk, man. Ik ben van de Platinum Clan. En nu? Weet je waar ik van ben? Van de... Hard Gold Clan. Die bestaat niet. Je verzint nu clan, Sander. Oh ja, want Platinum bestaat wel. Ja. Echt? Nee. Dat dacht ik al. Kleavor! Die mag ik niet vangen. Maar dat maakt niet uit. Jij wel. Dat klopt. Dat is een stenige poging. Wat? Ben je daar nu al, Jezus? Scyther! Ken je dat filmpje? Die guy op die auto. Ja, die ken jij. Want ja, die kan een keer als intro momentje gebruikt. Die is wel leuk. Het is wat je leuk noemt, maar... Ja, hij is mooi. Straks word ik weer ingemaakt. Gaat hij weer zo, pats, karate, chop, en dan boom, ik dood. Want ik ben zo'n normal type Pokémon. Volgens mij. Pocket Monster. Ja, in deze game is je main character toch gewoon normal type, of niet? Ja, in deze game wel. Ja, dat dacht ik al. Dat is de human Pocket Monster. Precies. Pokeball is leuk, man. Ik lees gewoon bepaalde dingen lees ik alleen voor. Believe? No time to question my moves. Toch stick to the path ze. That I choose. Nah, fans are gonna do it right. You never see me run away from a fight. Nah. To be a sander is my dream. All you gotta do is believe, I believe. Daarom zong ik het liedje trouwens, omdat ik dus Believe las. En toen dacht ik in, believe in me, Pokémon. Ik had ook gewoon alleen dat kunnen zingen. Dan wist iedereen direct waar ik op doelde met die grap, maar nee. Wat was een grap? Oh, dan moet ik dan wel wat je moet zeggen. Dan had ik yo, er staat gewoon een Ursa Ring op Mees ding, joh. Ik voel me zo dom dat ik dat nu pas voor het eerst zie.
Ah, dat is ook iets waar ik nog niet op gelet heb, hoor. Dus ik zal dat straks ook voor het eerst zien. Als je Cricket Tune verslaat, wel ja. Oh! Nee, sorry, die is gemeen. Oké. Die is not aardig. Ik onthoud alles wat je deze, deze twee afleveringen al tegen me gezegd hebt, Sander. What to begging you. Ja, zing maar overheen. Hij deed altijd iets. Ja, nee, ik vind het goed. Je mag onthouden van mij. Vind ik gewoon zo'n cutie guy. Dat ben ik zeker, ja. Ik ben van die herten aan het vangen. Huh? Ben jij al... Hé, hey, jij was toch nog bij de Cricket Tune, toch? Dat ben ik ook, maar je kan daar gewoon omheen lopen. Oh ja. En dan kan je van die hertjes vangen. I miss you. Want die geven lekker veel experiences. Ah, slimming. Dorian. Ja. Je kunt ook, ik vind het jammer dat je dus niet gewoon kunt zien hoe groot ze zijn. Ja, of precies. Kun je dat in summary zien? Ja, dat zal denk ik wel. Maar in Let's Go had je, ook al zijn dat kut games, kon je... Dat zijn ze. Dan kon je aan de cirkel eromheen ofzo. Als je een blauw cirkeltje had, had je een kleine. En als je een rood cirkeltje had, had je een grote. Hm. Ja, kijk, dat is handig. Wacht, no time to question my mood. Dat is wel echt zo'n banger, hoor. Ik snap echt... Dat klopt. Dat is misschien wel, en dat is controversieel, maar misschien mijn favoriete Pokémon intro liedje. Oh, oké, dat vind ik dan wel een beetje ver gaan, maar... Hij is wel Gucci. Welke heb je nog meer dan die goed zijn? Ja, Battle Frontier is ook wel goed. En, Battle Frontier. I'm unbeatable Pokémon. Advanced Battle. I'm unbeatable. Ja, dat is ook wel een banger. Ja, dat nu stuk vooral. Ja, nu. Sorry. Ik ben gewoon hyped omdat ik weer met mijn boy Milan mag opnemen. Dat wou ik zeggen. Niet tegen Folo. Nee! Moet je tegen Folo? Hij moet tegen Folo. Met zijn Pikachu en zijn Togepri. Ik heb eindelijk die vuile Krikatoon verslagen. Zo, oh, ik krijg gewoon Krikatoon. Super potions. Wat? Sorry? Dat ik Krikatoon heb verslagen. Nice. Daar ben ik blij mee. Heel blij. Zelfs. Oh, daar zit die Ursaring. Ze heeft ook een Standler op haar been. Wat? Maar... Dat wist ik dan weer niet. Nee. Nou, ik ga eerst wel even de main mission doen. De Pergamentus dier. Do is believe, I believe. Heights camping. I do be camping. Campeningening. Ik hoop even wat Geodudes te vinden, want die zijn makkelijk te verslaan. Oh, zeg maar eens tegen mij een Geodude. Nou, oké. Okay. Geodude, jij bent makkelijk te verslaan. Hoe durf je? Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk. Woe. Je steelt geen auto. Te veel tekst, ik wil gone. Since you've been gone. We dachten hetzelfde. We sitting op één lijning. Alweer? Net zijn aflevering 2. Ik wou zeggen, dit is aflevering 2, maar dit is aflevering 2 die wij vandaag opnemen. Maar niet. Ja, dus aflevering 4. Kom op, heerder. Zit even. Het is gewoon een standler hoor, daar niet van, maar... Yo, leveling upping! Volvo! Ik heb zo'n dust toxing. Toxing the dust.
talks in the desert. Word je ook wordt geteleport naar Jubilee Village? Ja, dat probleem had ik ook. Dat is echt onzin. Wel echt een aantal minuten geleden, maar dat maakt niet uit. Ja, doe maar zo. Sorry. Onthoud dit, want je weet het straks aan het einde dat je dan op de helft van de quest bent waar ik al klaar ben. Ja, ik heb wel Psychic. Dat jij niet. Nu al? Nee, ik heb Confusion. Oh. Psychic, dacht ik. Ja. Want het hebben alleen Paddy's hebben Psychic. Ja, normale mensen hebben dat. Nee, joh. Yo, waarom ben ik op zo'n roast mode? Ja, het lijkt wel of een barbecue ben. Je bent alles aan het roasteren. Dat is wel waar. Dat is niet chill. Confusion. Starling is stunning. Wat? Dat is Japans. Confusion. Ah, oké. Okay. Voor Confusion. Ja, Engels is niet het enige waar ik goed in ben, hoor. Och, zoveel tekst en zoveel filmpjes. Let me with rest. Nou, dat ga je straks ook doen. Dan ga je even naar de volgende dag. En dan heb je gerest. Ja, ik ben al bij de volgende dag. Alleen, het is nog te veel ouwe hoering. All you gotta do is believe in me, Pokémon. Never! Oké, zijn jullie nu klaar met oude hoeren? Dankjewel. Yo, noem je die hoeren nou oud? Dat vind ik niet lief. Ja, dat is hoe het werkt. Dat zei je inderdaad wel, ja. Dat is wel hoe het werkt, ja. Wanneer gaat Aqua Jet nou even mastering moving? Yo, dat zegt ze niet. Change moves? Poisoning, powdering! Dat is wel ziek. Kun je niet? Reorder moves. Kijk, oh, confusion bovenaan. Poison, sting, ding, tackle. X, confirm. Stinging the poison. Stinging the poison. Nu je het zegt, volgens mij wel, ja. Oké, nice. Nu heb ik wel dat liedje in mijn hoofd. Thank you, Welling. Yo, is dit zo'n per... Is parents niet ook poison? Paris is wel kut in deze game. Paris is in elke game kut. Ik had bijna een shiny Paris, hè? In mijn Seeking Locking. Ja, oh mijn god, ja, dat is ja, zo inderdaad. Kut. Best knap in die game overigens om een shiny tegen te komen. Ja. Oh, nu ga ik wel met een water-Pokémon tegen zo'n grassing-typing in. Dat klopt, ding. Ja, dat... Het was ook een mededing en het was niet een fragging. Ja, nou, sorry. Critical hitting! Do be hitting. The criticals. Let's get critical. Dat is fiscal, maar... Nee, dat is een special move. Oh. Wat een gauw hoer, zeg. Jezus. Ja, daar zat ik ook mee. Dat was kut. Kudding. Kudding. Is het nou een kutding of is het kudding? Kutting. Derde teammember. Ik mag... Oh, ik mag ook... Ja, een Japanse teammember? Ja, ik mag ook die alpha, maar... Volgens mij is die echt tering groot level. Tering groot level, ja. Tering hoog level. Ja, en dan accepteren ze jou niet. Nee, daar heb ik wel vaker last van. Die Paris is dood. Ik kan het wel proberen. Mag je meerdere Pokémon vangen? Van dezelfde soort? Of... Je mag er meerdere niet... vangen, alleen je moet er gewoon eentje gebruiken. Ja, zeg maar. Okay. Je mag er wel één kiezen natuurlijk. Als je zegt van deze is beter dan de andere, dan vind ik dat prima. Maar... Ja, als hij eerst mag... Oh, spoor. Ja, dat vind ik niet leuk. Wacht.
Gaat Drowsy weg als je... Nee, volgens mij niet. Als hij piano speelt, dan gaat Drowsy weg. Ah. Setting. Ja, ik kan het wel proberen, maar... Niet heel veel effect waarschijnlijk. This mission will... Oh, volgens mij mag ik hem sowieso niet vangen. Omdat hij level 30 is, kan ik hem niet vangen. Leuk zo'n alpha Pokémoning, maar... Oké, okay, misschien moet ik eventjes... Ja, ik weet niet of dat nu kan. Nou, nee, dat kan niet. Inderdaad. That I doing... Verkeerde. Willen jullie me alsjeblieft met rust laten? Dit is waarom Paris zo kut was, dat wist ik. Ja, als je dat dan ook eventjes tegen die Paris zegt, voor mij? Nou, nee. Talling. Hoezo heeft Dustox trouwens ook geen... Ah, top. Hoezo heeft Dustox trouwens ook geen... Bug-typing? Dat vind ik een beetje crazy. Dustox heeft wel bug-typing. Geen bug-typing move, sorry. Oh. Ik zei iets anders dan dat ik bedoel. Dat is onhandig. Want dat is niet logisch. Ik heb zo'n heavying balling. Kan ik maken, Ing? Of kon je die al de hele tijd maken? Kon je wel al heel lang maken, ja. Oh. Nou, leuk. Oh, misschien moet ik even die weirdeer weg doen. Het is nog een Stantler, maar dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment gaan we toch ook echt Pokémon wel moeten evolueren, toch? Dat klopt. Dus dan moet je ze ook in je team hebben, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is voor, net als die kater, is dat voor later. Miauw. Ja, die kater bedoelde ik. Dat dacht ik al. Ja, want ik drink niet. Nee, ik drink oprecht niet namelijk. Dat klopt ook. Boy, yo, je zegt allemaal waarheden, Sander. Jij drinkt toch ook oprecht niet, of? Jawel, ik drink wel. Oh. Oh. Maar niet zo vaak. Ja, oké, okay, jij bent gewoon zo'n casual drinker, zeg. Nee. Casualing. Ja, wel. Je bent geen alcoholisting. Nee, ik ben geen alcoholisting, nee. Eerst eventjes al die Stantlers hier deponeren. Je hebt in de dichtstbijzijnde probak. Bijna elke student is alcoholist. Ja, werkt dat zo? Nou, ik vind als je elke dag zuipt, of elke week. Nou, elke week, dan ben je niet per se een alcoholist. Als je elke week zuipt en ook zuipt om het dronken worden, dan vind ik van wel. Ja, okay, als je gewoon elke week... Ja. Gaat het er in dit geval om wat jij vindt of om wat de definitie is van alcoholist? Dat is een goede vraag. Ik ben zo'n goede vraag, Harry. Ben jij Tim Hofman? Tim Hofman stelt ook vaak van die goede... Springing-ing-ing-ing-ing-mushrooming! Oh, ik dacht, hij vindt de shiny. Vindt hij een mushroom waar hij blij mee is? Mag gewoon, hoor. Mag gewoon. Van wie? Van mij. Oh, ja, dat zegt al een hoop, he. Ik weet niet of dit... Ja, het kost wel veel tijd. Maar ik train wel. Oh, dan moeten ze niet running away, natuurlijk. Je houdt niet van running away, hè? Nou, als ik aan het trainen ben... Nou, als het niet hoeft, nee. Dan hoeft het niet. Op de achterkant, dan kunnen ze niet moven. Dat is wel slimming. Je bent een slimpie. Stay too far from the battle, joh. Je stayed self too far from the battle, joh. En jij vuile smiet. Dat vind ik niet leuk. Dat is zo doen. Ik ben boos. Pluk een roos. Moet ik hem ook op mijn hoed zetten? Nou, nee, want je hebt helemaal geen hoed op. Goed is, of, Maar je hebt geen hoed op. Weet je niet.
Dat weet ik wel. Ik heb wel eens eerder een hoed op gehad, dus... Deze keer weet ik het zeker dat jij geen hoed op hebt. Ik zie een Pichu en een Pikachu-ing! Die Pikachu-ing wil ik! Het is geen step, maar... Mag jij een Pikachu-ing? Nee, maar ik mag hem wel vangen. Ja, oké, maar ik bedoel in je teaming. Quick tune doding. Ja, Kat, wat zit je nou te... Ik vind het leuk dat je er bent, hoor, maar... Leugens? Nee, er zijn geen leugens. Ik vind het leuker dat hij er is dan dat jij er bent op dit moment. Oh, wat een hating. Ja, jij gaat het zo doen. Oh, ik zei meteen, zei ik van nee, dat is niet waar, zei ik. En toen... Dat is waar, dat is waar. Dat is waar, oké, ik vergeef het je. Ja, dat is je graai. Geef jij het mij nu ook dan? Dat ik zo lullig deed? Maar dan moet je voor al die lullige dingen dan vergeven? Ja, yeah. Zoveel zijn dat er niet, dus... Nou, de afgelopen aflevering was wel Lullig City, was het bij jou. Lullig City, where the grass is green and the girls are... Ja. Ja, heel veel ziek. Parents thing. Die heb ik trouwens, hè. Parents thing. Waarom is deze Alpha B-Barrel zo eng? Dat het... breek je niet de hele boel af? Dat zou ik een beetje oefenen. Ja, hij doet het toch? Of hoe ging dat ook alweer? Die TikTok? Ja, dat is al hoe die ging. Ongeveer, hè. Dat is wel ook dezelfde kat trouwens, dus. Ja, dat is bij jou ook nog de vraag, hè? Dat nou, is gewoon waar. Zo? Nee, het is gewoon waar. Je hebt gewoon een punt in. Ben ik kapotlood? Want ik heb een punt. Ik heb vandaag dus ook zo'n potlood. Want ik zat dus in zo'n appgroep. En iemand zei dus van... Yo, op de bruiloft van die en die. Iemand ging trouwen. Niet die en die als in het spel, maar als in... Mm-hmm. Gozer in, zeg maar. Ja. En toen zei ze dus van... iets van... Yo, dat de vrouw onderdanig moest blijven aan de man. En ik weet dat diegene in Urk woont. Dus ik zei... Heb je nou vader verkeerd gespeld? Dat vond ik ook best wel edgy. Oké. Maar wel leuk. Wel leuk grappie. Je moest zeker heel erg lachen. Nou, mild. Ik vind die grap van Paddy ook zo goed. Die is IRL escape roping. Ja. Die is ook goed. Die is ook leuk, ja. Die telt ook wel als edgy, denk ik. Official. Dat denk ik ook wel. Maar ik vind hem niet edgy. Ik vind hem gewoon een leukie. Is Paddy zo'n zwaard? Want hij is edgy. Wow. Ja, of zo'n net geslepen potloodpunt. Dat klopt, ja. Door wie werd ik gezien? Oh, door Komen Bee. Komen being. He do being a com. I do being fanging. Mijn derde Pokémoning. Oh, je bent alweer terug in de Mirelands. Obsidian Fieldlands is het trouwens. Mirelands is een ander stadje. Ik wou zeggen. Geen stadje ook, eigenlijk. Dus in Toxing... Heb jij Cleaver al verslagen? Nee. Ik wou zeggen. Ik dacht al, je bent zo'n vals spelering. Maar dat ben je niet. Nee, klopt. Als ik wel gewonnen met dinges. Of ik ben een slechte valspeler, kan ook. Dat kan ook nog, ja. Die mogelijkheid is zeer zeker aanwezig. You don't have space in your set. Oh ja, daar was die begging you guy voor. Ja, dat klopt, ja. Thanks voor het niet laten weten, en Milan. Ja, dankjewel. Nee, vond ik erg lief van je. Ik vroeg het.
Echt? Ja. Oh. Yo, Sidering. Yo, Dustalks? Die ken ik. Wenden ze aan de verkeerde kant? Aan de verkeerde kant. Ik weet dus ook niet of dit sneller is. Volgens mij heb ik nog geen dinges trouwens hoor. Weird Air. Dinges. Nee, op dit moment heb je die nog niet, maar die kan je wel, die krijg je wel binnenkort als het goed is. Ja, binnenkort. Ik dacht ook dat je hem hier kreeg hoor, oprecht. Dacht ik oprecht. Ja, ik dacht eerlijk gezegd al van wat is dat vroeg, maar... Ik dacht, hé, als My Landing het zeggen... Oh, ik mag Psybuck natuurlijk niet, want dat is geen Psychic Man, my guy. Dat klopt. Volgens mij heb ik best wel obscure typings trouwens. Dat is best wel balen. Hallo, ik heb Rock and Ground. Die zijn niet obscuur in principe, nee, alleen alle twee hetzelfde. Alleen Poison is ook niet obscuur. Nou, zo'n beetje heb... heel Gen 1 is Pacht. Poison. Ik bedenk me net, Paris is Grass Bug. Die mag ik helemaal niet. Wow, nu alweer valspeling? Nee, ik heb hem nog niet gebruikt. Oh, oké. Okay. Face the wrath of my Goomy. Shit, ik had moeten healen. Goomy. Ja, zo'n guy. Van de dragons. Zo'n drakenman? Dragon Prince. Nee, dat is Bel Air. Oh, Sander, jij zegt ook niets. Dit is al een aflevering van 36 minuten. Wat? Hoezo is die al zo lang? Ja, maar ik zit nu midden in battling. Ik ook. Nee! Wel? Ja, jawel, maar ik bedoel, nee, als reactie op... Oh, en Aquajet is altijd eerst. Ja. Doe Aquajet. En win! Nee. Nice. Ik had ook gewoon... Dus toch kunnen healen en was in principe ook gebonden. Maar dat maakt niet uit. Het ging om het idee. Ja. Ja, Lee is verslagen. Lien. Sorry. Lee! Ja, dat is wel jouw dingetje, hè? Dat zeg je altijd. Lee! Mm-hmm. Als hij Shiny tegenkomt, zeg je dat altijd voor de kijkers. Die niet. Die zo dom zijn om zijn streams niet te kijken. Echt hoor. Maar bestaan die mensen? Nou, volgens mij niet. Ofwel, Simon. Nee. Nee, daar kon hij niks aan doen. Blijkbaar was hij ook live toen jij... Ja, ik had hem geratingd. Ja, daar kwam ik dus ook achter. Ik had hem ja aangezet. Toen kwam ik terug met de honden en toen hoorde ik ineens vet hard geluid. Toen dacht ik, waarom is Mia zo keihard aan het praten? En toen was Simon. Ja, altijd die Simon, hè. Maar dat wist hij niet, dat ik die heb gekeken. Ik kan op X drukken? Oh. Press X to doubt. Oké, Sander, ben je klaar om de aflevering te beëindigen? Ik zit midden in een laadscherm, maar daarna wel. Oh ja, laadschermen zijn niet interessant. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos!